Ja, het project Warme Wijken zijn we gestart in opdracht van de provincie en in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Voor de zomer zijn we met de provincie in gesprek gegaan over de energietransitie. Er bleek al veel bekend te zijn over het juridische, over het technische, het financiële. Maar we kwamen ook tot de conclusie dat er nog veel vragen waren over hoe kun je bewoners nou het beste betrekken. Dat is meer een maatschappelijk vraagstuk. En toen zijn we gesprek gegaan met de universiteit om te kijken of er een groep enthousiaste studenten beschikbaar was. En vandaag staan we dus hier, 100 studenten die aan de slag gaan in 4 verschillende wijken. En dat is wat de komende 10 weken gaat gebeuren. We vinden als overheid, als provincie, dat het belangrijk is dat we kennis van de theorie en kennis van de praktijk met elkaar gaan delen. En dan is het mooi als je studenten hebt die vrij denken, aan de gang kunnen laten gaan met een praktijkvoorbeeld in een gemeente. En deze studenten sociologie, die houden zich bezig met misschien wel een methode vinden om inwoners erbij te betrekken. Nou, ik verwacht natuurlijk dat studenten allereerst de literatuur induiken, maar ook de hort op gaan, met bewoners in gesprek, met sleutelfiguren in gesprek gaan en kijken of zij in beeld kunnen brengen wat dan die maatschappelijke kant is van de energietransitie. Of zij kunnen ontrafelen wat er speelt onder bewoners, wat er leeft en dat zij goed advies kunnen geven ook aan gemeentes en aan de provincie hoe ze ermee om kunnen gaan. De ultieme uitkomst zou zijn dat er een werkwijze ontwikkeld wordt die op meerdere plekken toepasbaar is, die effectief is om inwoners bewust te laten worden en ook mee te laten doen met een opgave als energietransitie in hun wijken.